Tot nu toe is het natuurlijk fantastisch. Het is geweldig weer, het is droog. Dat is het allerbelangrijkste. We hebben 3 dagen achter de rug inmiddels. Nou, we hebben alleen donderdag een klein beetje regen gehad. Woensdag was hartstikke leuk voor de kinderen. En woensdagavond was gezellig met Vlaardingse bands. Gisteren was helemaal een topfeest. Er kon werkelijk niemand meer bij op het plein. Het was natuurlijk geweldig weer. En iedereen ging uit zijn dak en daar doe je het voor. En vandaag ziet er ook. Het is nu 2:30. Het ziet er veelbelovend uit. Het is nog steeds droog. Ook geen vooruitzichten dat het gaat regenen. En gewoon een heel leuk programma voor elk wat wils. Zag jij dat niet? Niet. Dat is stiekem op naar je keek. Merkte jij niet? Niet. Maar als je lachte, ik zou wat bezweet. En zo verliep. Niet. Dat voel ik echt heel mijn lijf. Nou, ik ben Jeroen van Broekhoven. En ik ben vandaag uitgenodigd door Riet de Jong om op het Logge Festival op te treden. En we gaan vandaag een leuk setje doen voor de mensen hier. Ik maak mijn eigen muziek. Ik heb een jaar geleden heb ik mijn eerste single uitgebracht. Ik schrijf mijn eigen muziek. Ik heb een platencontract mogen tekenen. En we gaan de komende tijd werken aan om meer nummers op te nemen. En hopelijk mijn muziek bij heel veel mensen te kunnen krijgen. Hoe bent u zo begonnen in het vak? Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ik schrijf eigenlijk al vanaf mijn 18e schrijf ik mijn eigen muziek. En ik ben eigenlijk altijd op feesten en partijen, je kent het wel, hè? Een biertje erbij, een gitaartje. Heb ik altijd mijn nummers gespeeld en dat is opgepikt door Ton Oppertof, de oude vaste drummer van André Hazes. Die heeft een eigen studio in Hilversum. Dat is de man die we net achter zagen met de Pointe Paardenstaart. En die zag wat in mijn nummers en die heeft mij de kans gegeven om het professioneel te gaan doen. En daar zijn we nu aan het werken. Ik ben net begonnen, ik ben nog een broekje in het vak, maar de eerste single is uitgekomen. Dat is heel goed gegaan. En hoe heet die single nou? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. De single heet Verliefd, Jeroen van Broekhoven. Ik denk als je op YouTube Verliefd Jeroen van Broekhoven intoetst, dan zie je een waanzinnige videoclip erbij. En dan kan je ook op Facebook pakken en dan kunnen jullie me volgen. En dan gaat er nog heel veel moois komen. Ik ben Raquel Benita Martin, ik ben 14 jaar. Ik zit op de HAVO-VWO voor muziek en dans in Rotterdam. En ik heb net hier op het Logge Festival gezongen. Je hebt gezongen en welk nummer heb jij gezongen? Ik heb het nummer Let It Go uit de film Frozen gedaan. En ik heb het nummer Writings on the Wall gedaan van Sam Smith. Hoe lang zit je hier al in het vak? Want je bent nog niet echt heel erg oud. Nee, ik zing eigenlijk al vanaf mijn 6e ben ik echt serieus mee bezig. Maar op mijn 3e had ik al wel iets zo van, ja, dat lijkt me wel heel gaaf om te gaan doen later. En hoe ben je dan op deze manier ingerold? Want je staat nu al veel verder als de meesten die komen. Ik heb meegedaan aan een talentenjacht hier zo. Dus daardoor ben ik hier gekomen. En ja, ik heb hiervoor wel bij een musicalcore gezeten ook, musicalcore Applaus. Daarmee heb ik heel veel opgetreden en ja. Stadsgehoorzaal ben ik vrijwilliger, dus daar treed ik ook wel eens op. Bij Kade 40 zit ik in een bandje. Dat ik droom, niemand weet wat ik voel. Elke nacht doet het pijn. Een liefdesvuur brandt in mij, want ik droom allang.